Kunstenaar Peter Leeuwen voegde een nieuw deel toe aan zijn serie Fotoboeken over Almelo. En zaterdagmiddag kon men het laten signeren. In totaal heb ik nu een stuk of vijf boeken over Almelo gemaakt. En dit is het laatste boek. En dat gaat over de jaren tachtig. Zowel over de, de, de tweede fase waar Almelo toen in zat: dat was de, de bouw van de havenpassage. Wat toen eigenlijk al mislukt was, want tijdens de opening waren er al vijf juni's leeg. Vestland, wat eigenlijk ook min of meer een klein beetje mislukt was. Het, was. het idee was goed en waarschijnlijk gaan ze het nu opnieuw proberen. En de McDonald's, toen nog niet McDonald's, maar toen nu gelukkig weer nu afgebroken. Er zijn twee boeken die gaan over de jaren 50-60, er zijn dan de eerste kleurenfoto's. Er is een boek over 1900 en er is een boek, het Millennium -boek, dat gaat dan over Almelo voor 2000. Ik kom mijn boeken eigenlijk laten signeren en onder andere ook de nieuwste van Peter. Want, heb je een hele collectie? Ik heb ze inderdaad nu alle drie. En uh, ja, ik ben echt gek met de oude foto's van Almelo van vroeger en ook uh, ja, de, de wat nieuwere. En uh, ja, ik fotografeer zelf ook graag. Dus nee, nee. vandaar, nou heb ik het compleet. Zeg, uh, hoe lang ben je nou zo gemiddeld bezig met uh, deze boeken? Nou, je moet toch gauw een, een jaar rekenen gewoon. Het verzamelen van, de, van de, het beeldmateriaal. De research omtrent het, het plaatje zelf. Want je moet niet vergeten, de, het moet wel kloppen. En wat ik even moet zeggen, gewoon, ik heb ook samenwerking met, met andere mensen. Hier en dit boek heeft samengewerkt met Albert Holterman en Albert Vondeling. Ze hebben er keurig voor gezorgd dat, de, dat het precies sluitend was op twee regels tekst. Ja. Voor is Bruggeus. Ja. Mooi zo. Klaag. Is goed. Graag gedaan. Oké, okay, doen. Dan gaan we weer.